Het is vandaag alweer de 9e bijeenkomst van de UVT-sociëteit hier in Sociëteit De Witte in Den Haag. We hebben twee vooraanstaande sprekers. De eerste is Rob Riemen, directeur-oprichter van het Nexus Instituut en ook vooraanstaand publicist. Die het zal hebben over de ethiek van de politiek. En de tweede inleider is zeker zo prominent. Dat is Ruud Lubbers, oud-premier, maar ook voorzitter van het stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg. En die zal het ook over de ethiek van de politiek hebben. Dus wij kijken uit naar twee zeer spannende inleidingen. En ook naar een debat, wat natuurlijk weer volgens de Chatham House Rules plaatsvindt. Uitgangspunt van mijn verhaal is dat het vandaag precies een jaar geleden is dat ik mijn boek heb gepubliceerd over de eeuwige terugkeer van het fascisme. Trek ik twee conclusies. De eerste conclusie is: meneer Wilders is een fascist. De tweede conclusie is: dat heeft alles te maken met het falen van de elites. Nou, over de eerste conclusie, daar wordt volop over gedebatteerd, dus daar hoef ik het nou niet over te hebben. Maar die tweede conclusie, het heeft alles te maken met het falen van de elites, daar heb ik nog niemand over gehoord. En ik denk van nou, dit is het perfecte gezelschap en de juiste avond om daar nou eens een keer met mensen van gedachten over te wisselen. Dus ik wil onderzoeken onder de titel: wat is nou de ethiek van de politiek? Wat is de ethiek van de politiek? Waarop is dat gebaseerd? En waarom door de geschiedenis heen blijkt dat zo vaak mis te gaan? Heb ik in ieder geval heel sterk het idee dat de wereld van de politiek, de wereld van de macht, niet snapt wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En ja, dat wordt de grootste lijn van mijn betoog. En dat moet dan dus uitmonden in een pleidooi en in een oproep, onder andere van de mensen hier, om toch eens een keer hun verantwoordelijkheid te nemen. En dan wil ik het niet alleen hebben over de wereld van de politiek, maar de elites in het algemeen, dat zijn dus ook de universiteiten. Ik vind dat de universiteiten falen. Ik vind dat intellectuelen het vaak niet goed doen. De rol van de massamedia, de rol van de zakenwereld. Dus ja, volgens mij kan het een spannend verhaal worden. Nou, u weet, het gaat over de ethiek van de politiek met Rob Riemen samen. En ik ben een Nexusman van het begin af aan, dus daarom heb ik ook ja gezegd. Ik vind dat leuk. De strekking is dat ik eigenlijk begin met een moment wat ik me herinner in de geschiedenis, toen Bill Clinton, de vader Bush, versloeg, deed hij dat met een leus in de verkiezingen. It's about the economy, stupid. Goede communicatie. Hij is geslaagd. Bill Clinton dus. Maar ik praat er hierover dat we nu eigenlijk moeten zeggen, it is about ethics, stupid. Mensen hebben er ook meer gevoel voor gekregen. Iedere burger, alle verenigingen, bedrijven zelfs ook. Ik ga daarover verder spreken. Het is niet eenvoudig om voor ethiek te gaan, omdat ik ga ook kort uiteenzetten dat er veel op de korte termijn gedacht wordt. De economen, waarden verdisconteren, stelt het niet veel voor de toekomst. Natuurlijk de politiek, electorale cyclus, wil ik weer gekozen worden, bedrijfsleven. Maar ja, ik ben handvest van de aardeman, dus ik zal positief afsluiten dat het er eigenlijk om gaat de vreugdevolle viering van het leven te praktiseren.